Afgelopen weekend werd in Lieshout het Jumbo Muziekfestival gehouden in het dorpshuis. Verschillende muziekverenigingen uit de regio streden om de felbegeerde Albert van Zutphen Bokaal of de Jumbo Cup. Vandaag twee dagen Jumbo Festival. Dat betekent twee dagen muzikaal feest. Vandaag, zaterdag, staat een slagwerkersgroep centraal. 10 slagwerkers uit de hele regio Kringbechel. En morgen natuurlijk de harmonieorkesten. 9 harmonie- en fanfareorkesten. En uiteraard zijn wij als jubilerende vereniging Harmonie Sint-Cecilia ook van de partij. Zowel vandaag als morgen. In het kader van ons 140-jarig jubileum is ons gevraagd om dit jaar het Jumbo Muziekfestival te organiseren. En dat hebben wij natuurlijk met beide handen aangegrepen. Vandaar dat iedereen nu te gast is hier in het fraaie dorpshuis in Lieshout. Hopelijk wordt het gewoon twee dagen gezelligheid, twee dagen muzikaal genieten van alle optredens die voorbij komen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Juryleden, is het moeilijk of krijgen we het misschien moeilijk? Dat weten we niet. Tot nu toe is het nog niet echt, echt moeilijk geweest. Dan hebben we genoten van hetgeen wat we tot nu toe hebben gehoord. En wat we krijgen is afwachting, dat is dus lekker spannend. We laten ons verrassen. En morgen weer? Morgen zit er een andere jury. Andere juryleden? Ja. Veel succes. Dank u wel. Fanfare Echo der Peel is een klein fanfareorkest uit Venhorst, opgericht in 1964.